De coronacrisis werkt als een katalysator. Dus het versnelt processen die al een tijdje gaande waren. Ik denk dat er twee grote lessen zijn voor de Nederlandse economie. De eerste gaat over de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is geflexibiliseerd, is onveiliger geworden voor heel veel werkenden. Van de 9 miljoen werkenden in Nederland, dus dat zijn zowel werknemers als zelfstandige mensen, zijn er bijna 3 miljoen flexwerker of zzp'er, dus dat zijn mensen zonder vaste inkomsten. En door de coronacrisis is daar de schijnwerper wel een beetje op kunnen komen staan. Ik denk dat die flexibele schil, die natuurlijk heel fijn is voor bedrijven in de goede tijd, dat die afgeworpen is en dat we gaan zien dat daardoor heel veel mensen in de problemen komen. Heel veel huishoudens in Nederland, heel veel mensen hebben kleine financiële buffers. Dus onderzoek van het Nibud, van de Rabobank, van de Nederlandse Bank. Verschillende onderzoeken die laten zien dat een flinke minderheid van de huishoudens, een grote groep huishoudens, bijvoorbeeld niet binnen een paar maanden 2000 euro bij elkaar zou kunnen krijgen. Wat je nodig hebt als je de auto moet vervangen of de koelkast. En de helft ervan zelfs niet eens 500 euro. Dus echt financieel fragiele posities. Nou, dat in een rijk land zo'n grote groep burgers eigenlijk financieel onveilig leeft, dat is eigenlijk een andere les van de crisis waar we echt iets mee zullen moeten doen. Omdat veel bedrijven juist de afgelopen jaren veel winst hebben gemaakt. Sinds 2014 was er een economische boom in Nederland. Het ging goed, de groeicijfers waren hoog, de winsten waren ook hoog. Maar veel van die winsten zijn weer doorgegeven aan aandeelhouders. En daardoor hebben bedrijven, veel bedrijven, toch direct weinig buffer over. En we zagen dan ook dat bedrijven direct hun hand moesten ophouden bij de overheid. Dan krijg je kleine buffers aan de ene kant. Kleine buffers bij bedrijven ook, die dus weer kunnen rekenen op staatssteun. Wat weer via belastingen afgewenteld wordt op de hele economie. En vermogen wat zich intussen ophoopt bij een kleine groep vermogende investeerders. Het is denk ik echt een gevaar zelfs dat we gewoon zo snel mogelijk terug willen naar het oude normaal. En we zagen dat in de zomer van 2020 ook al, toen het erop leek dat corona achter ons lag, hè, voor de tweede golf. We wilden alles allemaal eigenlijk zo snel mogelijk terug naar het oude normaal. Gewoon weer gaan winkelen, gewoon weer gaan reizen. En dat is ook heel begrijpelijk. De vraag is wel wat de politiek gaat doen met de lessen uit de coronacrisis, die dus duidelijk werden tijdens de coronacrisis als katalysator van problemen die er al langer waren. Wat gaan we daar nu eigenlijk mee doen? De grootste uitdaging waar we de komende 10 jaar voor staan, is om de Nederlandse economie duurzamer te gaan maken. We weten dat die verduurzaming te langzaam gaat nu. We kunnen onze doelen niet halen als we zo doorgaan. En een toekomstig kabinet en toekomstige kabinetten zullen alleen maar brede steun krijgen voor duurzame maatregelen die best iets gaan kosten. Ook in de portemonnee van de burger. Als daar andere maatregelen tegenover staan die de burger iets gaan opleveren. Als de lonen stijgen en ook de baanzekerheid en de loonzekerheid dus stijgt, dan stijgen de consumptieve uitgaven ook. Dus dat is een belangrijke vloer, zal ik zeggen, een belangrijke steun voor stabiele economische groei. Een andere hervorming zal een belastinghervorming zijn, waardoor het voor bedrijven, kleine bedrijven en grote bedrijven, aantrekkelijker wordt om te gaan investeren in uitbreiding van de productiecapaciteit, vernieuwing van de productiecapaciteit, innovatie. Ook richting een duurzame economie. En investeringen, dat is dus de andere poot van de effectieve vraag. Dat zal een andere stabiliserende factor van de economie zijn. Een andere belastingmaatregel die daarbij gaat helpen, dat is het afbouwen van de subsidie op schuld. En dan gaat het niet alleen om de hypotheekrenteaftrek, die heel schadelijk is, ook voor de woningmarkt, waardoor huizen veel te duur zijn en waardoor de huizenprijzen veel te veel fluctueren. Maar ook om het afbouwen van andere vormen van subsidie op schuld. Waardoor het minder aantrekkelijk wordt om veel te lenen en waardoor de schuldniveaus, die ook voor bedrijven vaak heel schadelijk zijn, omlaag kunnen.
hebben eigenlijk al 30 à 40 jaar wat vaak wordt genoemd neoliberalisme. En we hebben grote behoefte aan progressief beleid, waarbij de financiële structuur, de arbeidsmarktstructuur en de focus op duurzaamheid en de publieke sector, moet ik erbij noemen, waarbij die allemaal meer aandacht gaan krijgen, want die zijn ernstig verwaarloosd. Human.